Ja, wij zijn eigenlijk wel redelijk dezelfde persoon of zo. Nee, jij bent iets meer uitbundiger dan ik ben, maar ja, het klikt gewoon heel erg goed tussen ons. En, hetzelfde humor, denk ik ook. Ja, ja. Vooral dezelfde interesses, ja. En dat wist ik eigenlijk vanaf moment 1 wel, toen ik bij Joy in de ploeg kwam. Ja, we zitten nu wel op zo'n level dat we eigenlijk ook dezelfde dingen zeggen. Tegelijkertijd ook wel, ja. Maar inderdaad, we kijken dezelfde series. Ja, klinkt heel stom dit, maar dan kruipen we gewoon lekker bij elkaar in bed en dan gaan we samen een serietje kijken. Ja. Dus, het mogen duidelijk zijn dat Joy Beunen en Robin Groot het goed met elkaar kunnen vinden. De twee worden zelfs al zusjes genoemd. Ja. Nou, die grap is eigenlijk een beetje vorig jaar tot stand gekomen. Ja. Ja, wij deden gewoon vanaf moment 1 eigenlijk alles samen. En op een gegeven moment merkten teamgenootjes en coaches dat ook wel op. Dus die zeiden van, jullie zijn echt zussen, hè? Ja, wij zijn ook gewoon, ja, wij zijn echt zussen. En eigenlijk vanaf dat moment maakten we dus elke keer een opmerking van, ja, wij zijn zussen. Ja. Dus de sterke punten van Joy. Nou, heb je even. Ja. Nee, ik vind Joy haar doorzettingsvermogen echt heel mooi. En daar leer ik ook wel echt heel erg van. Joy gaat echt, als ze kapot is, zij gaat door. Is ook niet altijd een goed idee. Jawel. Dat vind ik echt wel een sterk punt. En ik vind ze gewoon heel gezellig. Ik vind heel erg dat jij heel goed naar je lichaam kan luisteren. Wat voor jou goed is en wat niet goed is, zeg maar. Daar kan ik echt nog wel wat van leren. Want inderdaad, ik ga vaak gewoon door. En zij denkt gewoon, nee, het is niet handig. Ik luister naar mijn lichaam. En dat vind ik al heel knap dat je dat kan. Ja. Of dat je dat doet in ieder geval. Dat ik dat doe. Ja. Nou, dat is wel mooi, want dan hebben we een beetje. Ja, zo leren we van elkaar. Ja, precies. Beunen reed 4 jaar voor Jumbo-Visma, maar bij de ploeg van Jacori brak ze nooit echt door. Ik heb gewoon niet het idee eruit gekomen wat erin zit. En ik heb natuurlijk ook al een gesprek gehad met Jack en die zei ook van ja, op dit moment weet ik gewoon niet welke knop ik moet drukken om je hart te laten schaatsen. Dus toen was het eigenlijk wel duidelijk van ja, op dit moment is het gewoon niet de ploeg voor mij. En ja, ik heb daarna ook gewoon echt goede gesprekken gehad met Erwin en Martin. En ja, dat vanaf moment 1 klikt dat super goed. Ik had gelijk dat warme gevoel dat ik dacht van ja, ik denk dat dit echt wel een ploeg voor mij kan zijn. Groot kwam in 2020 bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Maar afgelopen winter kreeg ze te horen dat er dit seizoen geen plek meer voor haar zou zijn. Ja, ze vonden niet dat ik, ook wel een beetje wat Joy had, dat ik daar niet alles uit mezelf kon halen. Dat wist ik zelf ook wel. Ik weet gewoon, ik had nog een jaartje extra nodig om echt hard te schaatsen. En het vorige jaar, 2 jaar, is het gewoon niet gelukt. En, dus ik ben blij dat ik nu zo hier bij Martin en Erwin, Team ICO, zit. Ja. De sfeer is eigenlijk altijd goed. Er wordt altijd wel grapjes gemaakt. En als het een keer niet gaat, dan heb je wel een teamgenoot die een leuk grapje maakt. Of zo. En dan, weet je, dan ben je dat ook alweer vergeten. Want je moet ook niet, als een training slecht gaat, dat hebben wij ook wel een keer. Moet je daar ook niet in blijven hangen natuurlijk. En nee, ik ga denk ik dat huilen bij mijn zus en dan. Ja. En we door. Ja, en precies. En dan, ja, ik denk dat we dan ook wel heel erg veel aan elkaar hebben. Eind oktober staat het World Cup kwalificatietoernooi in Tialf op het programma. Het duo van Team ICO kijkt uit naar de eerste echte wedstrijd van dit seizoen. Ik heb nu voor het eerst het seizoen dat ik denk van oké, ik heb er echt zin in, ja, zeg maar. Dat heb ik ook wel echt. Ja, ik was normaal gesproken echt super zenuwachtig en ik echt hou op met me. Ja, niet over nadenken, ja. Ja, en nu heb ik eigenlijk wel gewoon zin om wedstrijden te rijden. En ja. We kijken natuurlijk eerst naar het WSKT. En daar wil ik me dan gewoon plaats voor de World Cups en die gaan rijden. Ja. Ja. Ja, ik heb dan nog maar 1 keer een World Cup gereden in Calgary. Dus ik zou wel een World Cup cyclus mee willen doen. Dat heeft Joy natuurlijk al wel elke keer gedaan. Ja. En dat zou ik wel heel vet vinden. Met mijn zus mee.